Een hele goede avond, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag gaan we weer een workout doen. Zoals jullie zien ben ik nog in mijn oude kleding. Of in mijn oude kleding. De kleding die ik eigenlijk aan heb gehad vandaag. Maar die gaat nu om. Ik ga me zo meteen omkleden. En dan gaan we in de video beginnen. Dus ik zeg alvast, als jullie dit leuk vinden, abonneer op mijn kanaal. En doe zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En laat een reactie achter in de comment wat jullie nog meer willen zien en wat jullie nog meer leuk lijken om te laten zien. Geef tips wat misschien eventueel beter kan. Zeg wat ik eventueel nog meer zou moeten uploaden. Laat me het weten. Zo kan ik jullie ook beter laten zien en wat ik nog meer wil. Want ik heb heel veel dingen wel in acht in mezelf genomen van oké, dat wil ik heel graag, dat wil ik heel graag doen. Maar de werking daarvan moet nog uitgevoerd worden. Dus laat ook weten in de comments van wat jullie leuk vinden. Want dan kan ik daar op inspelen en kan ik daar iets mee gaan doen. Zoals de workout video eigenlijk altijd gaat. Standaard ritueel, standaard vaste plek. Mag ook een andere plek zijn. Dus laat het ook gewoon weten in de comments. Zodat ik daar ook mee aan het werk kan. Dat ik bijvoorbeeld eens een keer zeg van... ik doe het in plaats van thuis, doe ik het eens een keer in het park of zo. Of ik doe het eens een keer bij mijn moeder thuis. Of whatever, noem het geks op. Noem een gekke plek op. Waar ik het eventueel zou kunnen doen. Dus laat het weten in de comment. Abonneer natuurlijk als jullie dit leuk vinden. En laat zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Zoveel mogelijk, doe maar gek. Doe eens gek. En laat me het weten. En dan zie ik jullie later. Dus ik neem jullie later. Hoe ben je dan? Dus ik zie jullie zo meteen. Dus ik neem jullie niet mee naar het omkleden, maar ik ga wel even omkleden voor mezelf. Want dan is het wel sportiever. Ik heb een trainingsbroekje aan, een truitje, maar dat is niet zo heel fijn om daarin te sporten. Dus ik ga me even omkleden. Dus zoals jullie nu zien, ben ik omgekleed en ga ik beginnen met de sportvideo. Ik heb gewoon heel simpel een kort broekje aan en trui aan. En ik ga zeer waarschijnlijk nog even wat schoenen aantrekken voor iets meer grip. Voor de rest neem ik jullie dus gewoon mee. Dus ik zet jullie zo meteen even in een andere positie neer. Zodat jullie ook mee kunnen kijken. Het is allemaal vloers. Dus het is ook heel makkelijk. Dus je hebt geen tafel nodig. Je hebt eigenlijk helemaal niks nodig. Behalve jezelf. Dat is het belangrijkste wat je nodig hebt. Je hebt jezelf nodig. Je hebt je zin nodig. Je hebt je motivatie nodig. En als je het zelf leuk vindt, of als je bijvoorbeeld alleen woont, of zelf op jezelf woont, dan kan je eventueel oortjes aandoen, of je televisie aanzetten met YouTube erop. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel bijzonders, maar in ieder geval, dat zou ik jullie aanraden. Voor de mensen die misschien de muziek horen op de achtergrond, dat is van No Copywriting Music Mix. Dat is een mixplay... mix eigenlijk van 2 uur lang ongeveer, dus dan kan je een sportsessie duurt hooguit 6 minuten of zo. Dan dat is eigenlijk. Dus ik laat het ook weten, als jullie het leuk vinden, zet ik ook de link in de beschrijving neer. Zodat jullie zelf ook kunnen luisteren en ook zelf kunnen mailen, genieten ervan. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel bijzonders wat ik ga doen. Dus de meeste mensen kennen het wel. Ik wil het eigenlijk iets zwaarder gaan doen, maar ik denk dat ik nog op beginnersniveau blijf. Omdat het toch wat makkelijker is. Voor de mensen die wat gevorderder zijn, of wat hoger daarin zijn, laat het weten in de comment. Dan ga ik daar proberen ook op in te spelen. En dan ga ik daar ook proberen een video van te maken, zodat het meer wordt. En ook dat ik meerdere dagen ga uploaden. Dus laat ook weten welke dagen je wilt dat ik upload. Dan ga ik daarvoor zorgen en ga ik dat proberen voor jullie. Tot nu toe blijft het gewoon op zaterdag. Sorry dat het deze zaterdag niet was. Maar daar komt nu een extra video voor. En die komt zeer waarschijnlijk maandag of dinsdag online. Of vandaag. Of morgen online. Dus dat moet ik nog even kijken. Dus dit wordt een extra video. En daar komt gewoon zaterdag nog een video. Maar tot nu toe
Sorry daarvoor dat ik in ieder geval zaterdag niet heb geüpload. Maar daar kwam voor mijn gevoel zoveel dingen tussen. Waardoor ik het niet kon doen. Dus vandaar dat ik een extra video maak voor jullie. Dat ik door de week ook een video upload. En dat ik dit weekend ook gewoon weer een video upload. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het ook weten in de comment. En dan neem ik jullie nu mee naar mijn... Naar de vloer. Naar de vloer en dan zet ik jullie daar neer en dan gaan we daar sporten. We beginnen heel simpel met de jumping jacks zoals iedereen die kent. En hier zitten wel weer ads tussen, dus dat is wel weer fucked up irritant. Maar goed, ik mag het woordje niet gebruiken, maar ik gebruik het nu wel even. Dus dat doen we dan 30 seconden. Zit misschien wel aan de overbelichtheid. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. 14, 12, 10, 10. Zo. En dan gaan we nu de heel. Oké, nu is het heel simpel. Nu doen we de heel torts. Nou, die kent denk ik over het algemeen iedereen wel. Die is eigenlijk gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. En dan heb je de 26 gehad. Dan druk ik gewoon op verder. Nou, deze is ook best wel makkelijk. Dus ik neem jullie daarin mee. Ik probeer het zo goed mogelijk te laten zien. Dus als ik het niet goed doe, laat het ook weten. Even in de comment. Dan weet ik wat ik voor de volgende keer weer anders moet gaan doen. Dus deze is best wel makkelijk. Deze doen we 20 keer. Die is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deze duurt dus 20 keer. Gaan we naar de volgende, gaan we berg beklimmen. Nou, ik denk dat iedereen die over het algemeen wel redelijk kent, want die komt ook eigenlijk best wel relatief vaak voor. Maar dan neem ik jullie hem mee. Deze doe je ook 20 keer. En ik doe hem heel iets rustiger. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deze doe je 10 keer. Even mijn horloge weer op. Deze vind ik zelf nog een beetje lastiger. Want deze heb ik zelf nog nooit gedaan. Dus eigenlijk gewoon gestrekt. Je zet één arm zo. En je doet eigenlijk gewoon zo. En dan doe je 12 keer. Dus 2, 3. Deze doe je 12 keer, zo recht mogelijk. En je doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zo. En deze doe je ook andersom. Dus eigenlijk weer op dezelfde manier. Oh, ik merk het nu wel, jongens. Ik heb al een paar dagen niet gesport. Eén. Twee. Drie. Vier. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Heb ik deze ook gehad? Deze ziet er heel raar uit misschien. Maar hij is niet raar. Nou, om ook een beetje een cool down in de tussentijd te doen, moet je de butt-brutch maken. En die is eigenlijk als volgt. Die is ook heel simpel eigenlijk. Die doe je 20 keer. Die werkt echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En dan doen we nog een keer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste 10. Nou, heb ik deze ook 10 keer gedaan. Die is heel simpel toch? Deze is ook 20 keer. En die werkt weer anders. Alleen, ik denk dat ik deze maar 10 keer kan. Misschien nog iets minder. Maar we gaan uiteraard ons best doen. Die is ook weer liggend. Je ligt eigenlijk op de grond. Je strekt je benen, maar dan iets hoger. En je doet eigenlijk je handen achter je hoofd. En je doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk, ik kan er zelf maar 7. Dus daar hoop ik het ook even bij. En dan is het de V iets. Ik weet niet precies wat het is. Ik heb deze nog nooit gedaan, dus deze zal vast fout gaan. En zo ja, dan sla ik hem ook even over en dan ga ik hem ook even oefenen. Maar nu heb ik nog even rust. En dat is gewoon eigenlijk heel een V maken. Een V. Ja, ik heb niet zo heel lange benen. Dus ja. Ik weet niet hoeveel ik er heb gedaan, maar ik hou het niet langer. Nou, dan gaan we naar de volgende. Het is eigenlijk heel simpel, het is gewoon weer de heel dodge. Dus ik ga nu zo ervoor zitten, zodat jullie ook kunnen zien van wat ik doe. Ik probeer mijn voeten in beeld te brengen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dit is 26 keer weer, dus je doet 1, deze stukje aan met deze hand en deze stukje aan met deze. En je tilt hem niet omhoog, dus je doet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26. Dus deze heb ik nu 26 keer gedaan. Ga je door naar de volgende. Dit is 20 keer gewoon buikspieren. Maar dit is eigenlijk een beetje wat ik net deed, alleen al zonder die benen. Dus je legt gewoon op je rug. Moet ook even bijkomen. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Het is eigenlijk heel simpel. Je doet hem omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even weer een beetje rust pakken. Je mag even op adem komen. Maar doe dat niet al te lang, want anders raak je weer uit de modus, laten we zeggen. Dus doe dat niet al te lang, doe dat 30 seconden aan een minuut lang. En eigenlijk zou ik aanraden om dat niet langer te doen. En dan pak je het weer op en dan doe je het nog een keer 10. Dus dat doe je 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dan heb ik deze ook 10 keer gedaan. Dan is het 30 seconden planken. Nou, ik denk dat iedereen dat wel kent. En deze komt eigenlijk ook wel relatief overal voor. Dus we moeten planken. Maar ja, we moeten nog 8, 9 opdrachten. En sommige herhalen zich ook. Dus deze doe je 30 seconden. En dat is voor de mensen die het niet langer dan 30 seconden vol kunnen houden. Leg je even een paar secondes neer en dan ga je weer oppakken. Als je toch even die rust kan pakken. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pak je weer even rust. Komen we weer op de rug terecht. En deze doe je eigenlijk ook 20 keer. Ik zou hem denk in eerste instantie minder doen. Zou hem helemaal kapot. Maar ik doe mijn best natuurlijk voor jullie. En ja, ik hoop dat jullie dat ook waarderen en dat jullie dat ook natuurlijk zien. Dus deze doe je eigenlijk heel simpel. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik doe deze maar 10 keer. Omdat je natuurlijk al die alles daarvoor al hebt gedaan. Dus dan maakt het wel weer extra zwaarder natuurlijk. Ik ben het ook nog niet helemaal gewend, dus ik doe het ook nog niet helemaal volledig. Maar ik ga gewoon tot de 10, dus ik ga ongeveer op de helft. En dan stoppen we als verzuur je jezelf en dat moet je ook niet hebben. Deze is ook heel makkelijk. Ik denk dat de meeste mensen deze ook al kennen. En deze doe je 16 keer. Dus deze is gewoon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ik doe erop met 10. Want als ik merk nu al dat mijn buik aan het verzuren is. Maar deze doe ik. Deze is heel simpel. Is ook weer die ik heb laten zien. Maar deze ga ik ook niet volledig doen. En deze merk je gewoon dat het heel erg impact heeft op je buik. En ik probeer natuurlijk alles zoveel mogelijk te laten zien. Dus deze doe je ook 20 keer. Maar doe er maar 10 ongeveer. Hoeveel je kan, je moet natuurlijk je maximale eruit halen. 3, 3, 5, 6, 8. Ja, ik doe de 8. Doen we even push-ups. Deze met draaien. Ik heb deze nog nooit gedaan. Laat hem natuurlijk uiteraard wel zien. In verschillende kanten. Dus 10 die kant, 10 die kant in mijn geval. Dus deze is eigenlijk gewoon heel simpel. Een push-up. 1. Naar boven. Je draait je even. Je stelt je armen. En je gaat dan weer naar beneden. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dan heb je 5 allebei de kanten gedaan. Dan heb je de 10 gedaan. Dat is ook prima. Ja, deze hebben we net ook gedaan. Dat kan ook weer even anders. Ja, dus doe het bijna in je ellebogen. Dan leg ik even onder. Yeah.
Dat is natuurlijk ook niet volledig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik hou dat ook niet klaar met de armen, omdat je net de push-ups hebt gedaan. En je gaat daarna over die, dat je gebruikt je lichaam. En je handen en je volle gewicht op je lichaam. Ik doe nu de andere kant. Eén. Kijk, heb je zelf ook moeite mee? Ja, dat weet ik. Nou, ben je nu door, jammer. Moet je even wachten, 50 seconden. Ja, dat is heel makkelijk. Dat is de cooldown. Nou, deze kent iedereen denk ik ook wel. Maar ik laat hem nu ook via de andere kant zien, want normaal laat ik hem via jullie, dat ik hem naar jullie toe doe. Nu doe ik hem via de zijkant. Dus je hebt je armen gewoon ongeveer hier. Ik heb daar een bok zitten. En dan doe je eigenlijk naar boven. Voeten ontspannen en strak. En je gaat dan naar boven. Een soort van yoga houding. En deze duurt dan ongeveer 30 seconden geloof ik. Ga je even naar beneden, pak je het weer op. Negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul. Dus nu is het eigenlijk ook heel simpel. Je doet één been strekken. Ik moet ook even kijken af en toe naar het plaatje. Je doet één oude been zo en je doet eigenlijk gewoon zo. Ik laat hem aan allebei de kant zien. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel. Als je handig vindt om je benen bijvoorbeeld tussen je achterwaarts te doen en je knieën hol te slaan, zeggen, dan mag dat natuurlijk ook. Dat is alleen maar een handige tip. 70 seconden in totaal. En natuurlijk altijd blijven ademen, bij welke oefening je ook doet. Altijd in en uit. Als je bijvoorbeeld naar boven toe gaat, doe je in. Maar als je naar beneden toe gaat, doe je het uitademen. Oké, dus dat was een beetje de oefeningen voor vandaag. En dan hebben we dus 21 oefeningen gehad. We hebben 186,3 calorieën verbrand. En de opdrachten in totaal duurden ongeveer 10 minuten en 29 seconden. En dan heb je het klaar. Dus dan hebben we weer een award gewonnen, om maar zo te zeggen. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Want je kunt er niet zo veel mee. Maar zoals je ziet, je hebt best wel veel oefeningen in een korte tijd gedaan. En ik zweet in ieder geval wel als de malle. Maar dat maakt niet zo veel uit. Daar heb ik allemaal voor over. Maar goed. Voor de rest. Ja, moet ik kijken wanneer er weer een nieuwe video online komt. Maar ik ga uiteraard mijn best doen, zodat zaterdag gewoon weer een nieuwe video voor jullie online komt. Deze komt dus maandag of dinsdag online, dus vandaag of morgen. Maar ja, dit was dus alweer het einde van de video. En zoals ik ook al in het begin zei, natuurlijk even liken, zoveel mogelijk likes geven. Bekijk hem ook zoveel, deel hem met je vrienden, subscribe op mijn kanaal. Deel het met iedereen. Whole world. En ja, zoals ik al zei,
Doe het thuis ook. Dan blijf je toch nog fit. Stel voor door de corona. Gaat de fitnessscholen weer dicht. Kan je dit gewoon natuurlijk altijd thuis blijven doen. En zoals je ziet, voor mij werkt het. Want ik krijg nu al last van mijn buik. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden. Laat me weten of ik meer van dit soort video's moet maken. En dan zie ik jullie later.